Precies 50 jaar geleden werd de Monumentenwacht Nederland opgericht. De organisatie die monumenteigenaren helpt met bouwkundige inspecties. En dit om mogelijk verval en kostbare reparaties van die monumenten tegen te gaan. En vandaag om klokslag 10 uur werd het 50-jarig bestaan gevierd door in elke provincie de vlag uit te rollen. En in Zwolle gebeurde dat bij Academiehuis De Grote Kerk. Wat doen jullie als Monumentenwacht precies? Nou, wij voeren inspecties uit aan alle bouwkundige onderdelen, zodat de mensen dus inzicht krijgen wat er aan de panden zou moeten gebeuren om het in goede staat te houden. We zullen tijdig signaleren is voorkomen van grotere restauraties uiteindelijk. Want dat is het probleem wat wij anders tegenkomen. Want één pannetje die weggevallen is, die begint langzaam te lekken. En voordat de mensen het in de gaten hebben, dan bent hij al heel en verder met heel veel gevolgschade. En dat willen we juist zien te voorkomen. Wij komen op de daken, overal waar andere mensen niet kunnen komen, komen wij wel. En zo kunnen wij dus tijdig voorkomen dat er grote restauraties aan zitten komen. Ja, dan staan we dus bij de Grote Kerk. Dat is een van de eerste monumenten die jullie geïnspecteerd hebben in de overheid. Dat was de eerste, onze eerste abonnee. En die heeft als eerste is hier geïnspecteerd. Toen nog door mijn voormalige collega's. Dus dat is al iets langer geleden dan ondertussen. Ja. Ja. Als we naar zo'n pand kijken, waar inspecteer je dan op? Wij kijken eigenlijk alle bouwkundige onderdelen. Dat gaat dus om het messenwerk, je voegwerk, het schilderwerk, de ramen, kozijnen, de daken, de goten. Dus eigenlijk alles wat onderhoud nodig heeft, dat gaan we bekijken. Maar ook aan de binnenzijde, ook waar nodig, de constructies, dat alles wordt bekeken. Uiteindelijk. En in kaart gebracht. We maken daarvan een onderhoudsrapport met de aanbevelingen wanneer iets uitgevoerd zou kunnen worden, zodat de mensen ook tijdig kunnen gaan reserveren van, want dat is... De restauraties zijn over het algemeen behoorlijk kostenplaatjes, dus daar kunnen ze tijdig inzicht krijgen. En eventueel ook mogelijkheid tijd te hebben om aanvraag te doen op hun subsidiesmogelijkheden die er zijn. Ja. Dus dat op die manier. Ja, op die manier werkt dat. En de Grote Kerk, dat is wel een heel omvangrijk monument natuurlijk. Daar zitten allerlei verschillende soorten bouwkundige aspecten in. Ja, klopt helemaal. Dus het is van natuurstenen tot gewoon metselwerk. Ankers, onlangs is er een behoorlijke restauratie aan de gang geweest. Ja, mede ook door wat wij tegengekomen zijn. Maar voordat iets eigenlijk uitgevoerd gaat worden, duurt het veel langer dan als eigenlijk zou willen eigenlijk. Maar goed, er zijn toen noodmaatregelen getroffen, zodat het in ieder geval niet veel verder ging. Dus dat is zo heel belangrijk. Dus je ziet hier alle aspecten die hier aan een monument zitten hier eigenlijk wel aan. Dus je hebt je ramen ook, je glas- en loodramen, de bescherming daarvan. Dus alles komt aan bod hier. Ja. Academiehuis Grote Kerk is dan wel de eerste, maar zeker niet het enige monument dat door de Monumentenwacht wordt geïnspecteerd. Inmiddels inspecteert deze organisatie al ruim 2600 historische bouwwerken en groen erfgoed in Overijssel. En iedere monumentseigenaar kan de Monumentenwacht inschakelen.